zomerfeest. We gaan tekeer als een beest. Oliebollen, snoep, patat, koffie en kibbeling. Niet handig dat ik de hele dag naar de kermis ging. Allemaal bekende optredens in de zon, maar de echte artiesten zie je bij de singalong. Superveel te doen in het park, dus doe mee. S'avonds zie je het allemaal terug op tv. Want je ziet het allemaal op het Belgjournaal. Dag kijkers, het is woensdag 26 juni 2024 en het is de sportdag van het zomerfeest. Dit jaar hebben wij als thema het Wilde Westen en we staan hier te wachten op de opening van de sportdag. Ja, en volgens mij staat de directie al klaar, dus we gaan gauw kijken. Goedemorgen allemaal, ja, hij doet het. Kijk eens, yes, het eerste applaus al binnen. Het is woensdagmorgen en iedereen mag zeker nog meer naar voren komen. En het is een bijzondere woensdagmorgen, want vandaag gaat het zomerfeest weer starten. Woehoe! En we hebben een prachtig thema, het Wilde Westen. Nou, ik dacht ik doe mijn cowboyhoed op, maar ik zie al die mooie saloons daar. Helemaal gaaf en vandaag gaan we starten met de sportdag. Dus Sabine gaat straks zeker nog wat dingen uitproberen om te doen. Dus vandaag lekker sporten met elkaar. Zorg dat je goed drinkt, want het is lekker warm. En goed insmeren. En morgen weer een hele mooie dag. Ook met een prachtige weersvoorspelling. En aan het eind buurman en buurman. Sineke, genoeg mooie activiteiten op de dag om met elkaar te beleven. Wolter Kroes hoor ik hier. Dus nou, kijk eens wat een mooi programma allemaal. Vrijdag ook weer sportief met elkaar aan de slag. En heel de week die prachtige kermis. Heb jij het reuzenrad al gezien? Ik ga een rondje. En Greet gaat wel in de bank, denk ik. Of in de botsauto's. Even denken nog. Nou, in ieder geval is ze wel zo sportief dat ze bij de volleybal zeker meedoet. En zaterdag bergpop. Maar laten we eerst vandaag genieten en gaan starten met elkaar. Dus hoe doen we dat eigenlijk altijd? Straks tellen we af, maar dit feest kunnen we nooit alleen doen. Er zijn heel veel mensen die het hele jaar zich al inzetten om dit te organiseren. Dus daar eerst even enorm applaus voor. Dus de Zomerfeestcommissie, super. En daarnaast hebben we ook heel veel sponsoren die dit mogelijk maken. Ik ga ze niet allemaal noemen, want dan vergeet ik er altijd één. Maar dat vinden we natuurlijk ook te gek. Want nou, kijk om je heen hoe mooi dat er weer staat. Dus daar ook een enorm applaus. Laten wij nu af gaan tellen. Yes. Doen jullie mee? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Zomerfeest geopend! I've been long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ja, de sfeer zit er met het cowboydansje al goed in. En we gaan nu naar een sfeerimpressie kijken van de sportdag. Ja, dit is een zomerfeest. Ga maar snel van huis. Wat je overdag beleeft, kom 's avonds op de buis. De muziek begint te spelen, iedereen gaat los.
De dansvloer wordt een podium, we zijn in opperste extase. Oh, ik dans, dans, dans in de zomerhitte. Oh, ik zweef, zweef, zweef voor de melodie. Zomerfeest. Maar ik ga met z'n tweeën. Ja. Of ga ik alleen? Ga er samen? Ja? Kan ook, hè? Oké. Okay. Over drie. Over drie. 1, 2, 3. Hey Diederik, jij ging sneller dan het licht. Ja? Ja. Zeker. De kermis is ook open gegaan zoals je ziet en we hebben voor het eerst in de geschiedenis een reuzenrad en de kermis is daardoor groter dan ooit in de geschiedenis van het zomerfeest. En natuurlijk willen we natuurlijk ook wel weten wat het gebaar voor kermis is, dus Larissa, vertelt het ons. Het gebaar van de week. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar het gebaar van de week. Het gebaar van vorige week was Europees kampioenschap. En nu zitten we midden in het zomerfeest. En op het zomerfeest hebben jullie altijd een hele mooie kermis. En het gebaar van deze week is dan ook kermis. En op de kermis heb je een draaimolen. En volgens mij hebben jullie ook botsauto's. En wat hebben jullie nog meer op de kermis? Ik ga ook eens even kijken. Maar het gebaar voor deze week is kermis. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dag! Hey.
Het gebaar van de week. Nou, dank je voor het gebaar. En nou we toch hier op het kermis zijn, heeft Bart iedere dag voor ons een moppen over het Wilde Westen. Hey, dag Bart. We kunnen jou niet missen in de uitzendingen. Nee, zeker niet. En heb jij speciale moppen? Ja, nou ik wil eens even vragen. Meneer Stierep moet heet. Ja. Ja. Hey, nou kom maar op met je eerste Wilde Westen mop. Twee cowboys komen in een saloon. De een schiet de ander een paaltje in zijn oog. Zegt de ander, als je dat nog een keer doet, kijk ik je nooit meer aan. Ja. En dan had je zelf ook nog een mop, hè? Ja. Ja? Jos. Ja? Wat is de overeenkomst tussen je billen en een cactus? Hebba. Nou, ik zou het niet weten. Een cactus staat in de woestijn en tussen je billen zit kak. Nou ja. Hey, bedankt Bart. Fijne zomerfeest. Tot morgen. Dankjewel Mart voor je moppen. Ze waren weer erg leuk. Ik kijk al uit naar je volgende moppen. En dan tot zover de sportdag 26 juni 2024. Ja, ja, en we kijken zeker uit naar de eerstkomende dagen. Ja, we sluiten deze dag af met een blik op morgen. Ik ga Helena vragen wat er morgen allemaal te doen is. Helena, morgen, hallo. Hoe gaat het eruit zien? Morgen, nou we hopen natuurlijk weer op zo'n fantastische dag als vandaag. Want het was vandaag ook al helemaal geweldig. We hebben genoten. Morgen hebben we zoals altijd Henk's IJspaleis. We hebben alle kraampjes. De dagbesteding gaat optreden. De kermis die draait. De Oranjeman komt weer zoals elk jaar. En eigenlijk gaan we net zo hard draaien als vandaag. En alle kraampjes zijn morgen gewoon open. Helemaal super. En voor de avond gaan jullie nu kijken naar een clip. Dag zomerfeestliefhebbers. Hou donderdagavond 27 juni vrij. Want dan wordt het erg gezellig op het zomerfeest. Jullie kennen natuurlijk allemaal buurman en buurman. Nou, deze twee klussers komen om 7 uur 's avonds optreden in de grote tent met het theaterprogramma De Grote Klusshow. Buur, Aieto. 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 Klussen doe je zo. Heb je een probleempje, zeg het maar. Wij maken het in no time voor mekaar. Reken maar. Met een hamer en een zaag en een beitel en een boor. Komt het altijd goed, ja geloof me hoor. Want klussen doe je zo. Aieti, aieta, aieto. Tijd om bij te komen van deze leuke klusshow is er niet. Want om 8 uur is er ook nog een geweldig optreden van Sieneke. En die kennen we natuurlijk allemaal van haar grote hit, Shalali. Shalali, shalala, shalali, shalala, ga niet uit mijn kop. Shalali, shalala, shalali, shalala, staan we spommers mee op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw en weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala, zo gaat het ongeveer. En natuurlijk draait de kermis ook op deze donderdagavond. Dat wordt een topavond om nooit te vergeten. En de entree is gratis. En dan is er ook nog eens een kermis bij Night van 10 tot 11. Het moet niet gekker worden. Nou, dat was dus de donderdagavond. Wordt dus hartstikke leuk. En Helena, wat voor weer gaat het me krijgen morgen? Nou, daar weet ik toevallig het antwoord op. Het wordt morgen weer net zo fantastisch weer als vandaag. Dus... Goed insmeren. Goed insmeren. Neem je zonnebrand mee. Kom, ga genoeg water drinken. Er is hier ook genoeg water op het trein. En geniet lekker van het zonnetje. Helemaal super. En dan zou ik zeggen, tot morgen. Zomerfeest, ga maar vast van huis. Wat je overdag beleeft, kom s'avonds op de buis. Het bergjournaal filmt alles in het Wilde Westen. En
ze kunnen dat als de beste.